En dit is dan de tomatensoep à la Boike. En dit is dan de quiche en de bananenflapjes. En dat is een soort van appelflap, maar dan in plaats van appel, banaan. Ja, hier staat hij hoor. Een nieuwe topkok in de dop. Boike. Is er nog tijm? Oh, hier. Hierachter. Vanavond kookt hij voor niemand minder dan de nieuwe burgemeester. Ja, het is zeg maar toch iemand die vast wel beroemd is, wie wel. Ja, en ik hou van koken, dus vandaar. Vind je het nou nog spannend als hij zo binnenkomt? Ik denk het wel een beetje. Ja, toch een beetje zenuwachtig. Hi! Marja, hier. Ben jij Boike? Ja. Goed zo. Ja. Maar dan ben je nog niet eens een kok. Nee. Maar dat ga je wel doen. Ja. Goed zo. Nou, ik ben al klaar eigenlijk. Dus ga lekker zitten. Ik zal jou even roepen. Jij mag... Zet jij de soep op tafel? Ja. In mijn kennismaking met Hengelo vind ik het mooiste, denk ik, toch de inwoners. Nou, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Dus toen dacht ik, nou, misschien moet ik maar gewoon eens even aanschuiven bij de mensen thuis. En hun verhaal horen. Wat doe je? Wat wil je gaan doen? Waar ben je? Nou ja, waar woon je? Wat vind je leuk aan Hengelo? Wat heb je nog voor wensen aan Hengelo? Dat soort type gesprek. Schelberg gaat dit elke week een keer of 3 doen. Het is voor hem goedkoop dineren. Het is wel handig, want ja, ik zit letterlijk en figuurlijk op kamers. Dus in die zin komt het ook nog wel goed uit, ja. Ja. Want u woont nog niet in Hengelo? Ik woon nog niet helemaal in Hengelo, maar ik woon bij mijn moeder op Zolder in Oldenzaal. Dus ja, het is toch wel handig om eens even te eten voordat ik nog weer daar thuis kom. Ja, ik kan er niet elke dag belasten natuurlijk, hè? En de afwas, wie doet dat? Wie gaat de afwas doen hier? De... afwasmachine. Gelukkig maar, want daar ben ik ook niet goed in. Dus dat komt heel goed uit. Dankjewel voor je uitnodiging. Ja. Goed zo.